Wanneer we de tijd die voor ons ligt verliezen, dan zal de toekomst ons negeren. U denkt misschien dat deze tekst van de Griekse filosoof Socrates komt, maar de zinsnede komt van de Britse jazzfunkgroep Level 42 en wel uit het nummer Lessons in Love uit 1986. If we lose the time before us, the future will ignore us. Bij de presentatie van het tweede deel van de geschiedenis van Zeeland op 16 november 2012 door de historicus professor Meinhard van de Universiteit Utrecht had hij het over de Zeeuwse Gouden Eeuw. Die periode viel ongeveer samen met de 17e eeuw. In die tijd was Zeeland en ook Goes welvarend, met Holland zelfs het meest verstedelijkte deel van de republiek. De rest van Nederland was zand, veen, natte rivierklei, heide en vooral arm. Het gebeurde in Zeeland en in Holland. De welvaart die kwam door de internationale handel in de Oost en de West. Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, de scheepsbouw, zoutverwerking hier in Goes, visserij en ambachtslieden. Het verval kwam uiteraard ook. We zouden het nu crisis noemen. Maar het werd opgevangen door inpolderingen en nieuwe technieken, landbouwtechnieken. Tijdens het verval, aan het eind van die eeuw, werd de grondslag gelegd voor de belangrijkste agrarische provincie die Zeeland vervolgens honderden jaren zou zijn. Nog een uitleg van die woorden over het negeren van de toekomst. Geert Mak die beschrijft in zijn boek Reizen zonder John op zoek naar Amerika de tijdgeest in Amerika rond 1960. Een tijd van neergang. Veel Amerikanen verloren hun werk. De landbouw stond onder druk. Er waren raciale tegenstellingen. Er was groot wantrouwen tegen de overheid. En de Russen hadden volgens de Amerikanen een voorsprong genomen als het ging om de techniek, bijvoorbeeld de ruimtevaart. Nu is er begrotingstekort, bankencrisis, eurocrisis, klimaatproblematiek, excessen in de financiële wereld en een overheid, ook gemeenten, die fors moeten bezuinigen. Door dit alles zit het consumentenvertrouwen op een dieptepunt en stijgt de werkloosheid ook in onze provincie fors. Mijn verwijzing naar de tekst van Level 42 is niet lichtvaardig bedoeld. Ook als gemeente zullen we in 2013 en daarna de situatie ook in het beleid merken dat wij ook financieel, economisch en sociaal het nodige aan de lijve ondervinden. Maar we moeten ook vooruitkijken en die tijd gebruiken, anders negeer je de toekomst. Vooruitkijken, sta open voor een ander en ook voor ander handelen. Dat is de boodschap van Level 42. Na het verval in de 17e eeuw in Zeeland en de probleemjaren begin jaren 60 in Amerika braken er, zoals wij nu weten, weer betere tijden aan. Totdat ook die ontwikkelingen weer achterhaald werden en zo zal het de komende jaren ook gaan. Daar ben ik zeker van. Niets doen, afwachten, stilzitten is geen optie. Dit moment hebben veel bewoners en bedrijven en ook de detailhandel betere tijden gehad en kijken voorzichtig wat het komende jaar gaat brengen. Het lezen van kranten helpt je daarbij niet zo. Slechts sombere geluiden en daar kan de krant ook niet altijd wat aan doen. Er lijkt ook een gevoel te zijn dat de overheid niets doet. Waarom belastingen en heffingen omhoog? Waarom worden de verdwijnende rijksdiensten geen halt toegeroepen door de provincie en de gemeente? Toch iets over onszelf als gemeente. Het is belangrijk dat u weet wat de gemeente raakt en daarmee uiteindelijk ook de bewoners. Er zijn bezuinigingen die ons rechtstreeks treffen als gemeente, zoals minder geld uit het gemeentefonds. Maar indirect treft dat natuurlijk ook de bewoners. Er zijn bezuinigingen die bewoners meteen raken. De gemeente krijgt taken op het gebied van de zorg. Zorg en hulpmiddelen, de WMO en de reïntegratie. Dat heet decentralisatie. Maar wij moeten het veel goedkoper doen dan waarvoor het Rijk het deed. En de risico's nemen ook toe, terwijl onze gemeentelijke organisatie voor het tweede achtereenvolgende jaar gaat krimpen. In 2 jaar tijd 20 medewerkers minder. We zitten nu op 415 medewerkers. Iets over die decentralisaties. Het Rijk geeft, zoals ik zeg, de gemeente meer taken, vooral op het gebied van de zorg, met minder geld. Dat zijn die decentralisaties. Tegelijkertijd gaat het Rijk zelf centraliseren. Rijksdiensten moeten voor miljarden bezuinigen en dat betekent behalve minder mensen ook het onderbrengen van rijksdiensten in zogenoemde knooppunten.
weg uit de regio. Er hoort een fraai verhaal bij dat het Rijk geen stenen wil, maar hardwerkende mensen. Zo worden her en der kantoren gesloten, medewerkers van hot naar her verplaatst of krijgen thuiswerkfaciliteiten. Ik heb er weinig vertrouwen in dat daardoor de dienstverlening beter en goedkoper wordt. Only chiefs and no Indians, zeggen de Amerikanen. Het wordt ondoorzichtiger, bureaucratischer en ingewikkelder. De overheid gaat vooral met zichzelf bezig en niet met u. Door tegelijkertijd voornemens te hebben om provincies af te schaffen en gemeenten groter te maken, wordt de weerstand tegen die centralisatie van het Rijk natuurlijk minder. Dat is handig gedaan door het Rijk. Wanneer wij niet oppassen, gaan we ook met onszelf bezig. En wanneer we opgeschaald zijn, hebben we geen identiteit meer en geen enkele stem nog invloed meer. De Zeeuwse gemeenten willen effectief en efficiënt samenwerken en verzetten zich samen met de provincie tegen deze rijksdienstleegloop. Iets meer over de zorg. Ik zei er al iets over. Bij de verkiezingen was de zorg het besparingsthema. Per inwoner liggen de uitgaven in Nederland gemiddeld op 5600 euro. In 2000 was dit nog de helft van dat bedrag. De komende decennia neemt bij ons de zorgvraag sterk toe, met name wat betreft thuiszorg en huishoudelijke hulp, meer dan in de rest van Nederland. Vooruitkijken, de tijd niet negeren, is hier noodzakelijk. Welke zorg kan dichtbij en welke voorzieningen veraf? De huisartsencapaciteit in Zeeland is goed. Nadruk op de eerste lijn zorg is mogelijk. Het aantal specialisten en daarmee dagbehandelingen is gestegen. Er is Europees geld voor mobiele en digitale oplossingen. Delta ICT en elektrabedrijven kunnen producten ook voor thuis ontwikkelen, mits ook de handen aan het bed blijven. Positief is dat de provincie met haar economische agenda ook Zeeland Care heeft benoemd. Zorg en economie, zeker in Goes, waar de zorg de grootste werkgever is, zijn ook met elkaar te verbinden. Met zon en zee kunnen mensen hier lichamelijk en geestelijk herstellen en is werkgelegenheid voorhanden. Ik ga naar een afronding, maar kijk nog even terug. Want bij vooruitkijken hoort ook even terugblikken. Niet om alle wapenfeiten op te sommen. Maar soms lukken zaken ook niet, zoals de spoorbak. En dan moet je even beseffen wat er wel is gedaan het afgelopen jaar, 2012. Goes West wordt verder geherstructureerd de komende jaren. De eerste paal voor Ontes werd geslagen. De brede school in Wolfensdijk is in gebruik genomen. Evenals kunstgrasveld daar en straks ook een nieuwe tennisaccommodatie. Sportpark Het Schengen wordt opgeknapt. Het sportpunt krijgt er een attractie van formaat bij, het Regenbos. PostNL, een grote werkgever, gaat zich in de pool vestigen. Er kwam 6 miljoen uit IJsland terug. Het masterplan Binnenstad is met het Bleekveld, Kolveniershof en straten als de Jacobstraat en de Korte Vosstraat bijna afgerond. De stichting City Marketing is in samenwerking met ondernemers opgezet. Zie Goes Winterstad de afgelopen weken en de vele andere activiteiten. Met winkeliers en de Kamer van Koophandel wordt samengewerkt in het nieuwe winkelen. De Mythe heeft een nieuwe exploitant. Vessie doop op. Ook voor het sociale domein worden grote stappen gezet. De adviesraden kregen een nieuwe structuur en we slagen er gelukkig in om culturele voorzieningen zoals het museum, de bibliotheek en de muziekschool in stand te houden. En een echte terugblik was natuurlijk de lancering van de educatieve website Goes in de 18e eeuw. Dan het themajaar. Ik sta in een andere omgeving dan vorig jaar. U ziet achter mij de banieren die straks ook buiten zullen wapperen bij de ingang van de gemeente van het themajaar Latijns-Amerika. Dat hoort ook bij vooruitkijken, zo'n themajaar. Als raad en college hebben we eerst nagedacht, wel of geen themajaar in deze tijd. Uiteindelijk hebben we toch gezegd, toch doen. Niets doen is geen optie. Het jaar moet iedereen wat bieden, anders negeert de toekomst ons. Er gaat van alles gebeuren in de stad, voor bewoners en ook voor ondernemers. Nu nog wordt door velen gesproken over het Afrika-jaar.
We zijn ook blij dat we sponsors hebben kunnen vinden voor dit brede programma, waarbij we slimme combinaties maken met al geplande evenementen vanuit de City Marketing. Ik licht er een paar zaken uit, maar er zullen ook nog een aantal verrassingen komen in 2013. En straks kunt u genieten van een voorproefje. De Mythe heeft een Latijns-Amerikaanse programmering in 2013. 12 januari een Sears Orkest. En een dag later Reiches Cubanes. En in april een Maya Carnaval van Ballet Studio Free. Er zijn activiteiten hier voor de deur op het Bleekveld, zoals een openluchtbioscoop, vooruitlopend op het filmfestival in Da Vinci en in het Beest in september. In april verschijnt er een stripverhaal, getekend door Dr. Jan Oreel, over een Zeeuwse man die rijk geworden in de West terugkomt in Goes. De lezer verneemt over de wapenfeiten van het Zeeuws eskader dat met Piet Hein de Zilvervloot veroverde voor de kust van Cuba. Maar leest ook over de plantages op Tobago, waar veel Zeeuwen zaten destijds. Muziek is er met tango-concerten, een salsa-festival en een grote tattoo op de markt, zoals ook Goes Kinderstad. Maar het is niet allemaal theater, zang en dans. Goes is ook Fairtrade en Millennium gemeente, waardoor armoede, onderwijs, eerlijke producten en duurzaamheid ook aandacht krijgen. Bijvoorbeeld in de Fairwear modeshow in september, de Markt van Hoop, de Culifair hebben we, een basisscholenproject waarbij aandacht voor wereldburgerschap, ook weer dat openstaan voor een ander. Een fototentoonstelling, beachball en schrijversavonden completeren voorlopig het geheel. En uiteraard, en ik stop nu echt, een Latijns-Amerikaans openlucht muziekspectakel met een mix van dans, toneel, muziek en acrobatiek. Eind augustus belandt u in Goes een paar dagen in een andere wereld. En u gaat er nu alvast wat van zien. Uiteraard wens ik u namens college en gemeenteraad een goed 2013, waarbij we vooral vooruitkijken en niet stilzitten. Dank u wel.